Vooral dat we beginnen aan de golfswing, is het best dat we beginnen met een opwarmingsoefening. En een ideale opwarmingsoefening is beginnen met een golfclub. En die gaan we vastklemmen achter onze schouders. En de bedoeling is dat we schouders haaks doen draaien rond de wervelklomp. Vanuit de rechtstaande positie draaien we gewoon horizontaal naar rechts voor de rechtshandige golfers. En dan draaien we terug naar links. Dit om ons lichaam wat bewegelijker te maken door dit regelmatig te doen. We kunnen deze oefening nog moeilijker maken in functie van de golfswing door de houding in te nemen. We blijven met de schouders haaks draaien rond de wervelklomp. Dus de linkerschouder gaat wat lager zijn in de backswing. En de rechterschouder lager in de follow-through. Aangezien dat we met een golfswing bezig zijn, gaan we enorm veel gebruik maken van de schouders. En ook een andere goede oefening om de schouders los te krijgen is gewoon zwaaien met je armen. Je kunt beginnen met één arm. Op weerszijde, op de beide armen tegelijkertijd. Eens dat we goed opgewarmd zijn, kunnen we overgaan naar het volgende.